Goedendag dames en heren. Ja, we gaan nog één keer op de fiets. De laatste keer de fiets van dit jaar. En dat gaan we doen met een gast. Er gaat weer iemand met mij mee. En dat is iemand van Simei. En die gaan we even ophalen hier bij de brug. Goedendag. Hoi, goedemorgen. Mooi op tijd. Ja, 9 uur. Ja, dat hadden we afgesproken, 9 uur. Mooi. Jij ging met mij mee fietsen. Ja, dat klopt. Want ja. Jullie van Simei hebben genoeg te vertellen, ook in deze tijd. Kun je eens beginnen waar we staan? Ja, we staan hier in principe bij het Simei Museum aan de Noordkade in Veghel. Ja. En ja, dit is een stukje, daar gaat binnenkort toch wel het een en ander mee gebeuren. Ja. Dit is de oude spoorbrug die tot 2014 over het kanaal lag, de Zuid-Willemsvaart hier in Veghel. En binnenkort gaat deze brug die gaat verhuizen. Nou, daar gaan wij van alles over horen en waarschijnlijk ook nog van alles wat er om en in zit. Ja, toch? Klopt. Ja. Nou, dan gaan wij vlug op de fiets. Prima. Hebben jullie het bij Simei nou druk op dit moment? Of, Nou, het museum heeft uiteraard in verband met de coronatijd ook wat, wat minder werk. De mensen werken in kleine groepjes. Ja. Alleen ik ben dan een van de vrijwilligers. Die valt onder de afdeling spoor. Maar Simei heeft dus meerdere afdelingen en u valt jij valt onder het afdeling spoor? Ja, dat klopt. Wij werken eigenlijk met een groepje vrijwilligers, meestal een man of 6-7. Zijn we op de woensdagmiddag en de zaterdagmorgen, dan zijn we op het oude rangeerterrein in Veghel. En we doen daar van alles eigenlijk. 5 jaar geleden is ons verhaaltje eigenlijk al begonnen. We zijn toen gestart met het opknappen, restaureren van de monumentale overweg aan de Vostenbosseweg. Ja. Ja, die hadden ze weggehaald, daar was iets mee toch? Ja, dat klopt. Dat bleek achteraf op een foutje te berusten. ProRail meende eigenlijk dat de spoorwegovergang het eigendom was. En toen heeft ProRail de spoorwegovergang hier weggehaald. En ja, het was op zichzelf natuurlijk wel een leuk idee. Ze wilden de spoorwegovergang een nieuw plekje geven in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Maar bij nader onderzoek bleek dus dat de spoorwegovergang was eigendom van de gemeente Veghel. Maar hoe zit dat dan? Normaal is al het spoor is van de gemeente waar het spoor ligt? Of hoe moeten we daar... Nou, vroeger was al het spoor, dat was toen nog van de NS, de Nederlandse Spoorwegen. Ja. Toen is er dus een splitsing gekomen. Al het materiaal, rails, alles wat erbij komt kijken, was dus eigendom van ProRail. In eigendom gekomen van de gemeente Veghel. Oké, dus eerst was hij van ProRail en toen van de gemeente Veghel. Ja, en de gemeente Veghel was eigenlijk met stomheid geslagen, want in één keer was die overweg, die was er niet meer. En jullie wouden hem heel graag hebben. Ja, dat klopt ja. Maar wij zijn eigenlijk na de hand pas in beeld gekomen. Ons verhaal is eigenlijk in 2014 al een beetje begonnen. Toen is de spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart, die moest daar in verband met de kanaalverbreding daar weg. Die is toen verplaatst naar de Noordkade, waar we dus net zijn geweest. En een jaar later heeft de gemeente aan Simei dus gevraagd van, goh, zouden jullie die overweg willen restaureren? Want die overweg die was dus in zeer slechte staat. Ja. En zodoende zijn wij eigenlijk als clubje spoorvrijwilligers van Simei gestart met de restauratie. Zo'n overweg, hè? Zit daar nou nog veel techniek in van vroeger? Want meestal zie je dat het van vroeger nog veel handwerk was, weinig computers. Ja, het leuke is, dit is een overweg die wordt dus nog helemaal met de hand bediend. Langs de rails staan dus 2 draaislingers. En door middel van een ketting- en kabelsysteem, wat dus onder de grond en een stukje boven met kabels is dat eigenlijk verbonden met de spoorbomen. Ja. En door dus de draaislingers in beweging te zetten, gaan dus de spoorbomen omhoog of omlaag. Het is een heel stukje ouderwetse techniek. Ja, mooi. We zijn inmiddels
langs het Duits lijntje beland. Ja, klopt, ja. Hier, dit is ook wel een puntje waar er van alles gebeurde. Ja, dat klopt. Hier links zien we daar nog een stukje van. Moeten we er even kijken? Ja, ja, is misschien wel leuk, ja. En hier kwamen dus die graantreinen? Ja, dat klopt. In 1972 is de CAV in Veghel, die is dus begonnen met het aanvoeren van graan per spoor. En tot 2001, dus dat is toch best een hele lange periode, hebben hier eigenlijk bijna wekelijks graantreinen gelost. Dat is ook nog vrij recent eigenlijk, 2001. Ja, dat klopt. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee. Wel mooi dat dit stukje historie er dan nog is. Ja, ja, het enige wat hier eigenlijk nog over is. Het spoor dan. Daar zijn hier de betonnen restanten. Als ik hier naar links kijk, dan zie je daar nog een paar betonnen stukjes in het spoor. Deze bedoelde u toch? Ja, ja. Ja, dat is dit stukje. Hier heeft de stortkoker gelegen. De graanwagons die kwamen boven een rooster. En een graanwagon is een onderlosser. En de man van de CAV die bediende dus door middel van een draaimechanisme de kleppen van de wagon. De klep ging open, het graan viel in de put. En die werd via een installatie, werd het graan dus ondergronds via een pijpleiding fabriek in. Ja, de fabriek ingezogen. Wat een techniek eigenlijk. Ja, een hele mooie techniek. Nou, dan gaan wij weer een stukje verder, denk ik, want we zijn er nog niet, nee, hè? Nee, er is nog veel te zien. Ja. Ja, eigenlijk zit er nog best wel wat historie in, hè? En zo. Ja, dat klopt. Eigenlijk, Veghel is groot geworden door twee dingen. Ja. En het eerste is natuurlijk het spoor, het Duits lijntje. Want in 1873 is de spoorlijn aangelegd. Dus die ligt er al bijna 150 jaar. En dan vind jij ook waarschijnlijk dat die behouden moet blijven, die historie? Ja, tuurlijk. Ik vind een stukje historie, dat is heel belangrijk. Je kunt, het spoor ligt er nog en het transeerterrein waar we dadelijk naar komen, dat ligt er dus gelukkig ook nog. Maar het is natuurlijk heel mooi om de jongere generatie straks te kunnen laten zien hoe dat het vroeger geweest is. Ja, en hoe kom je er dan bij om dat als vrijwilliger bij CIMEI te doen? Dit is eigenlijk een hele mooie constructie. Samen met mijn collega's hebben wij een groepje waar we dus, wat ik alles hier straks ook gezegd heb. Je bent met 6 vrijwilligers op de woensdag. Ja, op de woensdagmiddag en de zaterdagmorgen. En dan, wat doen jullie dan? Nou, wij doen eigenlijk allerlei hand- en spandiensten op het transeerterrein. Onze insteek en ook het doel naar de toekomst is eigenlijk om het hele transeerterrein weer compleet te maken. Er is helaas jaren geleden heel veel rails in Veghel verdwenen. In de periode dat eigenlijk het spoor niet meer gebruikt werd. En wij zijn ontzettend ons best aan het doen om het ranzeerterrein weer helemaal in oude staat te gaan herstellen. Ja. En we zijn al best een heel eind. De restauratie van de overweg, die hebben we 5 jaar geleden al af kunnen ronden. Dus die ligt weer bij jullie? Ja, dat klopt. Die ligt weer bij ons. We hebben inmiddels een kraanschik. Een diesellok uit 1935 hebben we daar staan. Daar kunnen we ook een stukje mee rijden. We hebben inmiddels 2 wagons daar staan. De GBS, dat is dus onze groot volume goederenwagon. Ja. Daar hebben we dus bijna een jaar aan gewerkt. Die is dus helemaal gerestaureerd. Elke plank is vernieuwd. Het was best een enorm kawaii. Maar, ja, dat snap ik. Maar wel heel mooi om hierop terug te kijken. Dit is ook een stukje oud historie. Ja, dat klopt. Dit is de oude spoorbrug over het riviertje de A. Deze brug heeft toch een monumentale status. Hij is gebouwd in 1873. En je kunt eigenlijk aan de elementen gewoon zien dat het een hele oude spoorbrug is. Ook leuk om te vermelden.
Als je dus hier voor je kijkt... Ja, ik wou het net vragen. Er loopt een loopbrug langs. Ja, dat klopt. Maar die loopbrug die is er na de hand bijgezet. Als je dus goed kijkt naar de brugpijlers, dan kun je nog zien dat het spoor vroeger dubbel is geweest. Dus er heeft hier in de periode dat het spoor dus heel veel gebruikt werd... Twee sporen gelegen? Ja, is het dubbelspoor geweest. Want okay. Dit was vroeger, veel mensen weten het niet meer, maar dit was vroeger een internationale spoorlijn. Dit was eigenlijk de oude Oost-West-verbinding. Tussen Duitsland en... Je moet het eigenlijk zo zien. Vanuit Engeland kwamen de mensen per boot kwamen aan in Vlissingen. In Vlissingen stapten ze op de trein naar Boxtel toe. In Boxtel werd overgestapt, want het stukje van Boxtel naar het Duitse Wezel en na de hand Goch was dus in handen van de Noord-Brabants Duitse spoorwegmaatschappij. Nou, en vanuit Boxtel gingen de mensen per trein in één keer naar Duitsland toe. Dat is eigenlijk heel luxe dan, dat dat zo kon. Ja, want heel veel vorsten en andere hooggeplaatste personen, die maakten dus gebruik van dit vervoer. En die kwamen allemaal door Veghel. Nou, wij gaan een stukje verder, want ik ben heel benieuwd. We zijn straks begonnen bij die brug. En daar moeten we het nog over gaan hebben, want iets heeft hier mee te maken. Nou hebben we hier een brug. Maar dat is natuurlijk wel een mooi bruggetje naar de brug op de Noordkade. Want je zei het straks al, die lag vroeger over het kanaal. We weten jullie willen al het historisch wat met spoor te maken had in Veghel behouden. Waar gaan we met die brug heen? Die brug die krijgt gelukkig een hele mooie nieuwe plek bij ons op het rangeerterrein. En daar zijn we eigenlijk ontzettend blij mee dat eigenlijk de brug daar komt te liggen. Want hij ligt nu nog op de Noordkade in Veghel. En ik vind het eigenlijk jammer, want hij ligt daar eigenlijk een beetje verlaten. Hij hoort daar niet? Nee, hij hoort... Nee, ja. Kleine anekdote is natuurlijk wel, vroeger had Veghel die had ook een spoorlijn liggen richting Heilig Hartlijn. Ja. Dus hij ligt daar wel in het oude spoortracé van vroeger. Daar liep vroeger ook een spoor? Ja, daar liep vroeger ook een spoor, ja. Maar als de brug straks hier bij ons op het rangeerterrein ligt, ja, is dat natuurlijk veel mooier. Ja, dan passen alle stukjes wel bij elkaar. Maar ik begin een beetje het idee te krijgen alsof ik hier fiets met iemand die op de zolderkamer altijd van die kleine spoordingetjes had staan. En het gewoon nu in het echt, in het echt mag doen. Hier hebben we een flink betonblok liggen als ik het zo zie. Ja, er liggen er zelfs twee. Hier is de afgelopen weken is hier heel veel werk verzet. Je kunt hier ook nou duidelijk die twee betonblokken zien liggen. Daar komt er straks de brug op te staan met zijn poten. En dan denken de mensen, het is maar een brugje. Maar niet alleen de spoorbrug komt hier liggen. Ja. Maar de aanbrug, daarvoor is dit linkse gedeelte al uitgegraven. Ja. Die hoort er ook bij. En de aanbrug is eigenlijk het aanrijgedeelte tussen het vaste spoor en de brug. En maar, is daar nog iets speciaals? Want... Nou, het hoort bij de brug. Okay. De brug is nog niet zo oud. Hij is uit 1961. Veel mensen denken dus dat het eigenlijk de oorspronkelijke, de originele brug is. Maar dat is niet zo. Het is de derde spoorbrug. Okay. En leggen jullie er nou dadelijk dan in het midden ook nog een kanaal onderdoor? Of, Er komt wel iets van een vijvertje of een waterpartijtje bij. En goed, de mensen denken misschien van het is maar een spoorbrug. Maar de aanbrug en de spoorbrug zelf, dan praat je toch over een gewicht van bijna 54 ton. En hoe komt die dadelijk hierheen? Want dat lijkt me nog best een operatie om vanaf de Noordkade hierheen. Het is een aardig klusje. In feite gaan wij straks, want het beton is van de week gestort, moet nog 28 dagen uitharden. Binnenkort gaan wij dus de voorbereiding doen voor het demonteren van de brug. En dan zal Gaffert uit Veghel, die zal dus ingehuurd worden voor speciaal transport. Dat bedrijf hebben we vaker in onze series en afleveringen voorbij horen komen. Wij gaan denk ik maar eens kijken hoe het op het rangeerterrein is, want uw collega's waren er ook, begreep ik. Ja, dat klopt. Die heb ik vanmorgen al gesproken. En die zijn aan de andere kant van het rangeerterrein, zijn die al aan het werk. Nou, dan laten we daar vlug maar eens even gaan kijken.
Nou gaan we naar het rangeerterrein. Daar is dadelijk een heleboel te zien. Wat gaan wij dadelijk als burger allemaal kunnen doen en zien op het rangeerterrein? Nou, ons streven is eigenlijk nog steeds om het rangeerterrein terug te brengen in de oude toestand van vroeger. We hebben bijvoorbeeld 2 jaar geleden hebben we alle bedieningen van de wissels vervangen. Ze noemen het een wisselsteller, in de volksmond gezegd wisselkloot, zeg maar. Die hebben we teruggebracht in de staat zoals het vroeger was, dat de rangeerder op de trein dus zelf met de hand een wissel op moest gooien. En zo proberen we straks tal van historische objecten hier weer een plaatsje te geven. Want het is niet tussen alleen het rangeerterrein, maar de fundering van het oude stationsgebouw ligt er nog. Achter het station stond vroeger de goederenloods. Dat is nou de plaats waar het blauwe keetje staat. Dan zou het eigenlijk wel leuk zijn om het stationsgebouw terug te bouwen. Ja, dat zou natuurlijk helemaal prachtig zijn. Ja, ik heb je eigenlijk naar je werk toegebracht vandaag. Dat klopt, ja. Ja, maar, we zijn dan weer bij het rangeerterrein, hoor. Ja, ik moet zeggen, we zijn natuurlijk ooit eerder bij de wagon geweest toen hij vernield was. Hij is wel echt prachtig geworden. Ja, hij is hartstikke mooi geworden. We hebben er nu eigenlijk een jaar werk in zitten. Want zoals je misschien wel kunt zien, het is een houten wagon. Het is een GBS groot volume goederenwagon uit 1961. Het hout was compleet verrot. De vloer die was ook heel slecht. Als we even vooraan beginnen, we hebben de Vorstenbosseweg, dan hebben we het nog een stationsbord, denk ik. Hè? Ik zie een S staan. Ja. Stoppen of wat betekende dat? De S was het stopbord en dat had eigenlijk tot betekenis dat de rangeerder het personeel op de trein goed moest controleren. Dat de situatie bij de overweg goed was en even stoppen. En vaak in sommige gevallen stond er ook nog een F-bord en dat wilde zeggen dat er dus gefloten moet worden voor het voor het vertrek. En dan gaan we naar de diesellok. Je had er straks al iets over verteld in het klein even. Ja, toch? Neem aan. Ja, 2 jaar nadat we de restauratie van de overweg hebben afgesloten, is die kraansek gekomen. Locomotor wordt die in de volksbond genoemd. Het is een kleine rangeerlok. We lopen er even naartoe, denk ik. Er staat een hek om, maar we kunnen van afstand kijken. Het is een kleine rangeerlok die vroeger op elk station, elk rangeerterrein van de NS te vinden was. Hij is uit 1935. Volgend jaar willen we hem nog een nieuw verfje gaan geven, want dat is toch wel nodig. Maar hij is rijvaardig. We kunnen er een stukje mee rijden. En ja, we zijn er eigenlijk ontzettend trots op. Ja, en hij heeft iets bij op dit moment. Ja, dat klopt. Dit is ook een heel leuk stukje werk. Dit is eigenlijk een bollenwagen en die werd vroeger gebruikt voor het vervoer van cement, zand, kalk. En het leuke is, op de Kennedylaan is vroeger een bedrijf geweest, de Vekkelse Betoncentrale. En die kreeg dus zijn kalk en zand in dit soort wagons aangevoerd. Een beetje zo, een soort tussenstapje voor NBI? Ja, in feite wel. En hier zijn we heel zuinig op. Want het is de laatste 14 kuper die Nederland rijk is. Ja, en als we dan omdraaien, dan komen we bij die echte wagon waar we toe zijn geweest. En ik heb me laten vertellen dat we er even in mochten kijken. Ja, tuurlijk. Nou, dan lopen we even. En dit is dan ook meteen jullie ruimte waar je met z'n allen bij elkaar komt. Normaal met de vrijwilligers, voordat jullie beginnen. Ja, hier we hebben er een soort kantine zeg maar, van gemaakt. En hier kunnen we zitten, hier kunnen we wat dingen bespreken, wat we hier nog gaan willen doen. Maar ja, zo is hij geworden. En, ja. Wat gebeurde er vroeger met deze wagon? Was hij voor dieren? Of? Werd wel eens voor dieren gebruikt, maar dit was eigenlijk een groot volume goederenwagon. En die werd eigenlijk gebruikt voor het vervoer van allerlei losse goederen. Dat konden dus vaten zijn, dat konden dus pallets zijn, dat kon dus stukgoed vervoer zijn, bijvoorbeeld machineonderdelen. Hij werd eigenlijk voor van alles gebruikt. Als mensen nou denken,
Zo, dat vind ik leuk, daar wil ik meer over weten. Waar moeten ze dan zijn? Ze kunnen altijd bij ons terecht. Als wij hier aan het werk zijn, we hebben regelmatig mensen die willen graag weten van goh, wat is dit nou? En waar is het vroeger voor gebruikt? En ze kunnen bij ons altijd terecht voor vragen. En als mensen denken, wij willen jullie een handje gaan helpen, hoe gaan ze dat doen? Dan zouden ze eventueel nog vrijwilliger kunnen worden bij Simei. En dan melden ze zich gewoon hier op een zaterdag of woensdagochtend even bij een van jullie en dan komt dat helemaal goed? Ja, dan komt dat in principe helemaal goed. Alleen we hebben dus, we werken hier met een man of zes. En dat is eigenlijk een heel mooi aantal nou om hier te werken. Kijk. Nou, dankjewel dat ik mee mocht met jou op de fiets. Ik ben echt een heleboel wijzer geworden. Zo wist ik niet dat er nog in Veghel tot 2001 een trein heeft gereden voor de CRV. Ja. Komt er hier, want dat is een vraag die me nou nog te binnen schiet. Komt er hier ooit nog een graanwagon? Nou, wij hebben al jaren die grote wens. Het zou natuurlijk schitterend zijn als we nog eens ergens op een locatie. Maar dan zullen we waarschijnlijk Frankrijk in moeten, want de graanwagons die kwamen toenertijd allemaal uit Frankrijk. Ja. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we er nog eens eentje konden bemachtigen. Ja. Maar wie weet. En als er iets en de mensen weten nou ook wat er gaat gebeuren aan de Gasthuisstraat. Want daar komt de spoorbrug die vroeger over het kanaal stond. En ik denk dat wij gewoon komen kijken op het moment dat die staat. Of misschien zelfs wel even meekomen kijken bij het transport. Ja, dames en heren, wat een leerzame aflevering van de fiets. Helaas wel de laatste voor dit jaar. Volgend jaar zijn we er weer. Heeft u nog leuke items? Laat het ons weten. En vond jij dit nou een leuke video en een leuke serie? Blijf ons dan volgen. Dat doet u door te abonneren. En een blauw duimpje zou natuurlijk altijd leuk zijn. Ik zou zeggen, blijf gezond. En tot de volgende keer. Doei!